Ik wil echt de pret niet bederven wat de cijfers betreft, maar ik denk dat we momenteel bezig zijn, reeds een uur en een kwart, om hier van de politiek een weinig fraai beeld te schetsen. Ik weet niet welke Vlaming dat hier een baat bij heeft of hier voordeel bij haalt tussen dat gekippel over die onduidelijke cijfers. Ik heb de tabel hier ook voor mij en ik stel alleen maar vast dat tussen 2006 en 2015 er een schommeling is van 11,4 naar 10,3%. En de experts zeggen, voilà, dat valt volledig binnen de foutenmarge. Men kan maar spreken van tendensen indien men schommelingen ziet vanaf 2%. Dus eigenlijk kan men concluderen door te stellen dat men op het vlak van de bestrijding van de armoede gedurende 10 jaar ter plaatse blijft trappelen. En daar is zowel de huidige regering voor verantwoordelijk als de vorige regeringen waar de socialisten ook deel van uitmaakten. Dus ik denk dat de lichte euforie die geschetst is door meneer De Bruin, dat die totaal misplaatst is en dat ook de socialisten beter stilletjes zouden zwijgen, want de cijfers die betrekking hebben op de periode waarin zij verantwoordelijkheid droegen, zijn ook niet echt om over naar huis te schrijven. Trouwens, volgens mij zit hier compleet een virtuele discussie aan het worden. Cijfers van 2014, 2015, waarbij men natuurlijk vergeet één, naast het feit dat men dus ter plaatse blijft trappelen, dat men absoluut in die cijfers en ook in deze discussie geen rekening houdt met de gewijzigde maatschappelijke realiteit. En ik verwijs daarbij naar de massale instroom sinds 2 jaar van vluchtelingen in ons land. En ik weet dat dit een niet politiek correcte mededeling zal zijn, maar dat is voor mij ook een reden om heel pessimistisch te zijn dat het met de armoede in dit land zeker niet de goede kant opgaat. Dus wat mij betreft is dat hier een compleet virtuele discussie, want de wereld heeft ondertussen gedurende 2 jaar nog niet stilgestaan. En men hoeft inderdaad geen professor in de wiskunde te zijn, collega's, om te beseffen dat als beschikbare middelen schaars worden en de groep die er een beroep op doet steeds groter wordt, dat dan uiteindelijk op het eind van de dag iedereen slechter af is. En ik heb daar juist ook mevrouw Womans horen zeggen dat wat de nieuwkomers betreft, dat we moeten inzetten op tewerkstelling. Wel, mevrouw Womans, de tewerkstellingspercentages bij de nieuwkomers spreken voor zich. Deze zijn dramatisch. En dat geldt trouwens ook voor de tewerkstellingspercentages voor vele groepen Noord-Afrikanen die hier reeds decennia lang, generaties lang wonen. Dus wie denkt dat die nieuwkomers voor het pensioen van de Vlaming zal zorgen, is eraan voor de moeite. En ik verzoek die mensen dan ook terug om neer te dalen van op een utopische wolk naar de keiharde realiteit. Want de realiteit is dat met het open grenzenbeleid armoede wordt geïmporteerd in dit land.